We starten iedere maandag met de bordsessie. De meerwaarde voor het bord, voor ons als school, maar ook voor de studenten, is dat doelen sneller worden bereikt. Dat we allemaal snappen waar het om gaat. Een bordsessie doe je met de hele klas, meestal aan het begin van de dag. Je hebt dan een spreker en een schrijver. De spreker die vraagt wat hebben jullie gedaan, hebben jullie nog nieuwe doelen, nog nieuwe successen. Zijn er nog persoonlijke leerdoelen die er zijn behaald? En zijn er nog persoonlijke afspraken die we met elkaar moeten maken? En het kan om alles gaan. Hè? Het kan om vakken gaan, toetsen die gemaakt moeten worden, studieloopbaanzaken. Maar ook bijvoorbeeld, hoe werken we met elkaar samen? Dat we naar elkaar kunnen goed luisteren. Elkaar respecteren, de klas, is eigenlijk een van de doelen. Ik heb 2 weken geleden een leuk stagegesprek op stage gehad. En dat heb ik tijdens de bord in de klas uitgedeeld met mijn klas. Je deelt je succes met de klas. In het begin was het een beetje moeilijk, maar dan heb je meer vertrouwen in elkaar. Het wijgevoel creëer je hierdoor veel meer, merk ik. We doen het met elkaar, de docenten en studenten. Het helpt je gewoon met een planning maken. Maar nu is het een planning voor de hele klas, voor een hele week. En dat is ook gewoon heel fijn. De studenten worden in leerteams dus ingedeeld. In de leerteams gaan ze aan de slag met leeracties. Naast dat ze in leerteams aan de slag gaan, bieden we ook wel klassikale onderdelen aan. Zoals bijvoorbeeld, hoe geef je elkaar feedback? Want dat is natuurlijk heel belangrijk als ze veel gaan samenwerken. Nou, wat ik zie gebeuren in de leerteams, is dat ze veel van elkaar leren. Ze gaan ontwikkelingsgerichte activiteiten uitvoeren. Niet van één doelgroep, maar van verschillende doelgroepen. En die ervaringen nemen ze mee terug de klas in. Ze gebruiken elkaars kwaliteiten.